vanochtend is heel belangrijk, want wij gaan de harde kern vormen van de compositie. In eerste instantie moeten ze begrijpen dat heel veel mag, want in een koor mag vaak niks. Namelijk alleen de goede noot en al het andere mag niet. Terwijl hier is er niet maar één goede noot. De noot wordt goed als het goed voelt, als het lekker klinkt. Nou, dat principe, dat moeten we gewoon nu bereiken. Dat mensen begrijpen van, hey, maar het moet goed klinken, het moet lekker voelen. Want dan wordt het ook mooi. Jullie krijgen straks een papier met instructies en tijden. Nou, daar kom ik straks verder op terug. Aan die tijden, daar staat duidelijk van, oké, hier komt er weer iets anders. Het idee is dat jullie de tijd goed gaan volgen. Ik snap er helemaal niks van, maar dat vind ik helemaal niet belangrijk. En er staat dan op een gegeven moment, wordt heftiger, geef je variatie in klank. Dan kun je dus als aanvoerder wat meer variaties hebben. Je moet aangeven wanneer mijn groepje, dat is een soort stemhoogtegroepje, wanneer ze moeten inzetten, wanneer ze even kijken, een golf moeten maken. Dat is dus een volume toenemen en dan wel langzaam afnemen. Ik dacht, ach, laat het maar gebeuren en dat zie ik wel. Ik vind het wel grappig. Ik ben benieuwd hoe het vanmiddag uitpakt in de kerk. Deze locatie maakt uiteindelijk dat het magisch iets is. Dat je stem terugkomt en zich vermeerdert. Dus wat in een repetitielokaal klonk als 40 zangers, klinkt nu als 200 zangers. En dat is gewoon prachtig. Ik heb nog nooit bij zoiets meegemaakt. Echt gewoon dat... ja, dat je zang op iedere plek hebt, dat was het bijzondere. Ik heb momenten gehad in het begin dat ik dacht van oké, ze zijn in verwarring. Ze weten niet of ze nou mee mogen doen of niet. Maar later, er kwam geen antwoord op die vraag van moet ik nou meedoen. Later, ja, had ik het idee dat iedereen gewoon echt ook wist van dit is niet, dit is wat het is, zeg maar, al die klanken. Het is niet een soort, ja, muziekje. Er komt geen tekst, er komt eigenlijk geen melodie bijna. Als mensen eenmaal die verwachting laten gaan, ja, toen zag ik ineens mensen die zich echt overgeven daaraan.